Hallo YouTube, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een goede beginners guide, hoe je goed kan beginnen op Minecraft. Start altijd met een nieuwe wereld, dat is altijd beter. Oké, dus je spant hier. Hier ook. En dan altijd eerst even kijken waar je een beetje zit. Woestijn, sneeuw. Oké, dan gelijk bomen gaan hakken. Dus je moet een huisje hebben voor te schuilen in de nacht. Oh shit. Dus, graaf. Ik heb altijd één hout hier beneden, omdat als de boom te groot is, dat ik erop kan springen en dan nog kan hakken. Is het handiger dan weer het hout neerzetten en dan weer gaan hakken. Maar nu moet het, want deze boom is toch groot. En dan blijft hij hangen in de leaves. Oké. Saplings moet je altijd gelijk weer plaatsen. Dan komen er gelijk weer nieuwe bomen uit. Waar is die? Hout? Ik moet nog één hout hebben. Daar niet. Heb ik hem dus. Eén boompje nog eens genoeg. Kippetjes. Nu hebben we dus 21 hout. En daar komt 1 stack van hout uit en 24. 20. En maak je met die 20 een workbench, crafting table. En die zet je neer bij een gat in de grond. Je moet ook altijd kippen. Daar krijg je eten uit. En dat heb je nodig. Kijk, hier eten. En dan moet je gaan zoeken naar een open gat. Je hoeft niet altijd per se naar een open gat te zoeken, maar het is wel het handigst. Kijk naar dit bijvoorbeeld. Zet je bijvoorbeeld gewoon neer. Dan maak je stick zo. Hier, stick. Dan maak je pickaxe zo. Dan graaf je eerst 3 stone uit. Of 4, want als je nog shuffle erbij... Oh, gelijk kolen. Die heb je ook nodig. Daarmee kan je torches maken en die geven licht zodat je niet bang hoeft te zijn voor monsters. Wel grote verzameling. En nog een tip. Ga nooit zonder torches een mijn in. Nooit. Of je moet aan het begin blijven van de mijn. En dat was die dan. 23 kolen. Lekker veel. Dan doe je dit. 8 is genoeg. En dan ga je pickaxe maken.
Zo. Steen is beter dan hout. En dan neem je hem mee. En blijkbaar is dit dus geklopt, helaas. Dan maar op de ouderwetse manier zelf ingraven. Kijk, nu heb je weer een toortje nodig. En als je die niet hebt, dan zit je in de problemen. Wacht, ik maak even een shuffle, dat is makkelijker. Blijkbaar zit hier heel veel dirt. En we gaan weer minen. Nou, het stukje makkelijker. Toorts plaatsen, weer dieper. Nou, als je dan eenmaal diep genoeg bent, komt er waarschijnlijk ergens een gat, een grot. En dan kan je die helemaal uitbreiden. Maar, hoi Koep. Hallo. Hallo. Maar je moet ook altijd een huis hebben. En een normaal huisje maak je... Niet zo. Maar zo. Dat ga ik nu laten zien. Gewoon zo. Deur. Daar. Zo. Heel. Zo. Hup. Zo. En dan heb je ramen nodig. En als daar zo'n zand, dus daar rennen we even naartoe. Dat heb je nodig voor glas. Oké, nog genoeg kolen, cobblestone voor een furnace. Schat ongeveer in hoeveel je nodig hebt. En verspil niet te veel van je shovel aan zand, want dat is eigenlijk niet nodig. Ik denk dat ik er ongeveer 20 nodig heb. Zo, nu heb ik er 21. Dan ren je weer terug. Hoeft niet te rennen, maar dit is wel het snelst. En 3 eieren. Misschien krijgen we een kleintje uit. Het zou leuk zijn. Oeh, nog één. Nog één. Dus heb je die kippen nodig? Schijt of zo? Ja, kleintje. Maar hier ben je dan weer terug bij je huis. Dan ben je terug. Plaats je je workbench hier in de hoek of zo. Maak je een oven, dat doe je zo. Furnace. Plaats je het ernaast. Even Skype weghalen. En dan doe je zo een deur maken. Plaats je dan waar je wilt hebben. Ik wil hem hier hebben. Zo. Dan moet je natuurlijk ook niet vergeten een dak te maken. Zo. Vloer hoeft niet per se, maar als je dat wilt, is wel. Maakt mij niks uit. Ik doe het maar even. Het is niet mijn favoriete hout, maar ik span in deze wereld. Mijn favoriete hout is dan dat lichte. Niet het allerlichtste, maar dan weer een tintje zwarter. Zo, heb ik wel genoeg aan. Ga je weer in je huisje, ga je het weer neerleggen. Zo. Dan ga je het zand branden. Dan gaan wij even op zoek naar schapen.
Kijk, want het wordt al nacht. Hopelijk zijn er schapen. Weer een ei. Nog één, nog één. Nog één. Nog drie. Wat hebben die kippen hier? Maar ik kan hier dus geen schapen vinden. Maar als je dan drie wol hebt, dan moet je naar je workbench gaan. Dan moet je ook drie hout hebben. En dan moet je hier ook drie hout hebben. En dan is dus de cobblestone dan even wol. En dan moet je hier de wol doen. Dan krijg je een bed. En dit is mijn favoriet hout. Maar dan heb je hier een bed. Dan ga je slapen s'nachts. Anders heb je last van monsters. 20 waren dus te veel, maar dat maakt niet uit. En dan heb je eigenlijk gewoon een perfect leuk huisje met een eigen mijn. Hier ook. Nou, je kan altijd je huisje nog een beetje pimpen en zo. Maar we wachten nog even dit af en dan was dit alweer het einde van de tutorial. Ja, zo makkelijk gaat het nou, hè? Ja, ja. Nog 1, 2, 3. Nog 3 en dan is het slapen. Kijk, als dit hier is je hungerbar. Als die bijna leeg is, bijvoorbeeld als je nog 2 hebt, moet je gewoon een rechtermuisknop doen. Bij voedsel. Dan krijg je uit kippen en biggen. Kijk maar. Hier weer wat erbij. En dan ga je eten en dan heb je weer voedsel erbij. En het laatste doel is gezet en het huisje is af. Oh, en ik moet jullie nog één ding laten zien wat erg belangrijk is. Want als je inventaris vol is, dan maak je gewoon weer een chest. Dat doe je met hout. Zo. Net zoals een furnace maken. Dan zet je dan hier. En ik ga nu even wat hout hakken. Dan heb ik weer hout. En dan, oh, hier. En dan doe je weer planken. En dan doe je hetzelfde. En als je die er nou naast zet, krijg je een dubbele chest. En dan is die 2 keer zo groot. En dan loopt de varkentje. Hallo. En dan kan je bijvoorbeeld hier je bed neerzetten of zo. En dan heb je een heel knus leuk huisje. En dit was de tutorial. Hopelijk vinden jullie het interessant en gaan jullie abonneren op mij en gaan jullie filmpje liken en doorsturen naar je vrienden. En zeg dat ze ook Minecraft moeten spelen omdat het te gek is. En ja, zet een reactie neer wat je ervan vond. Dit was het. Tot de volgende keer.